Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenpraat V. Vandaag heb ik weer een DIY en ik ga vandaag weer voor jullie koken. Als je wil weten hoe je deze super toffe, super leuke paardenlollies wil leren maken, dan moet je even blijven kijken. Goed, wat heb je allemaal nodig? Je hebt nodig satéprikkers, appels en je hebt net zoveel appels nodig als dat je lollies wil maken. Havermout, en ik heb gewoon zo'n zakje. Vruchtenhagel, suiker, appelstroop, een glas en eventueel wat versiering. Ik heb er trouwens nog even een diep bord bij gehad. Dat is ook wel handig om te hebben, dan mors je tenminste niet zo. Goed, het eerste wat je gaat doen is je gaat bedenken wat je met die appels wil. Je appels worden de basis van je lollies. En je kunt hier van alles nog wat mee doen. Je kunt ze schillen, je kunt het klokhuis eruit halen, je kunt een stokje eruit halen. Ik denk dat ik alleen het stokje ga doen. Maar als je iets anders wil doen, dan kan het ook gewoon. Je kunt er nog een leuk figuurtje van snijden. Je kunt er een vierkantje van maken, je kunt er een rechthoekje van maken. Wat je maar wil, ik ga ze gewoon zo houden en ik ga alleen het stokje eruit halen. Nu neem je een satéprikker en dit wordt het steeltje van je lolly. Dit kunnen ze straks natuurlijk niet opeten. En ik vind het makkelijkst als je dat dan hier zo in dat gaatje steekt waar eerst het stokje zat. En die steek je er dan in. Kijk, en dan kan je hem dus zo vasthouden. Als je hem straks gaat voeren, dan haal je natuurlijk het stokje eruit, want dat kunnen ze niet opeten. Als je nu hele grote appels hebt, dan kun je het ook anders doen. Je kunt ook een gat maken in de appels en dan kun je er een wortel in steken als stokje. Maar ik heb alleen maar hele kleine appels en hele dikke wortels, dus dat gaat bij mij niet. Dus ik doe het gewoon lekker zo. En voor de volgende stap heb je iets nodig wat plakt. Ik heb hier appelstroop, maar gewone stroop is ook helemaal prima. Je zou eventueel jam kunnen doen, maar dan moet je weer een klein beetje uitkijken met de smaak. Ik vind appelstroop het handigst, dus dat heb ik hier. Als je de appelstroop op je appels wil doen, dan kun je dat gewoon smeren met een mes. Wat je ook kan doen, en dat heb ik even als voorbeeldje hier gedaan. Je kunt een bakje nemen en daar doe je appelstroop in. En vervolgens doe je dat in een magnetron. En dat wordt heel vloeibaar en bijna net als water. En als je dat met wat meer appelstroop doet, dan zou je je appels dus gewoon... Hallo, aan de kant jij. Gewoon hierin kunnen dippen en dan zit er ook appelstroop op. Maar wel maar een heel dun laagje. Dus ik denk dat ik maar gewoon ga smeren. Als je lollies bedekt zijn met appelstroop, dan zet je ze rechtop in een glas. Want zo blijft namelijk alles schoon en dan plakt niet alles naar appelstroop. Het is de bedoeling dat er overal ongeveer een gelijkmatig laagje appelstroop zit. Het hoeft niet mega dik als het maar ongeveer gelijk is. Dan is het tijd om de toppings te kiezen die je straks op je lollies gaat doen. En dan heb ik voor deze drie dingen gekozen omdat ik denk dat de meeste mensen dit wel in huis hebben. Als eerste heb ik havermout. En havermout is de basis van heel veel soorten paardenvoer. Hartstikke gezond en energiearm. Maar de havermout die wij eten is wel een klein beetje anders. Want deze is vrij droog. En als je dit zelf gaat eten, dan doe je er altijd nog melk of water bij. Nu gaan wij maar een heel klein beetje gebruiken. En dat doen we op die appel. En een appel heeft heel veel vocht. Dus dat zorgt er weer voor dat het eigenlijk niet zo heel erg is dat we een klein beetje droog voeren. Je kunt dit ook gewoon aanmaken met water. En dan gewoon als een soort papje aan je paard geven. Net als slobber. Maar gewoon niet al te veel doen. Als tweede heb ik vruchtenhagel. En dit ziet er natuurlijk super leuk uit. Dit heeft super leuke kleurtjes. En vruchtenhagel bestaat voornamelijk uit suiker en kleurstof. Dus dit is eigenlijk gewoon alsof je een gekleurd suikerklontje geeft aan je paard. Dan heb ik nog gewoon suiker. Je kunt je lollies ook zo geven, maar ze zijn best wel heel erg plakkerig. Dat vinden niet alle paarden prettig en heel je paard zijn neus is helemaal vies. Dus je kunt er een beetje suiker overheen doen om het ietsjes droger te maken dat het niet meer zo afgeeft. Als je dit niet hebt, dan kun je allerlei andere dingen gebruiken. Je kunt er gewoon paardenvoer overheen doen. Ik denk dat muesli het beste gaat, omdat brokjes natuurlijk vrij zwaar zijn. Je kunt er ook voor kiezen om er een fruitmoes overheen te doen. Dus dan neem je bijvoorbeeld een banaan en die prak je totdat die helemaal soppig is. En dan doe je dat om je appels heen en dan geef je op die manier je lolly. Ik ga beginnen met de havermout en die doe ik in mijn bord. En dan neem ik een van mijn lollies uit mijn glas. Zo. En die dip ik dan in de havermout. Kijk. En dan worden het echte sneeuwballen.
Dit is al veel meer als een echte lolly, als een echte sneeuwbal. En ik heb nog meer dan de helft van mijn havermout over. Ik denk dat ik maar een kwart gebruikt heb of zo. Dus als je allemaal van deze wil maken, dan kun je natuurlijk gewoon allemaal havermout gebruiken als je dat wil. Ik ga nu ook de vruchthagel gebruiken en de suiker. En dan ga ik jullie zo laten zien hoe dat er dan uitziet. Oké, jongens, ze zijn nu af. Kijk, deze is die met vruchtenhagel. Die ziet er echt super cool uit. Deze is die met havermout. En deze is alleen met suiker. Die is nog steeds zo'n beetje bruinig, maar dan plakt hij niet meer zo erg. En nu ga ik nog, dat is natuurlijk iets gewoon voor de leuk, om te versieren. Je kunt dat toch niet geven, maar ik ga nog leuke blauwe strikjes om de stokjes heen maken. En dan ga ik ze weer terugzetten in dat glas, want dan kan ik ze ook gewoon zo leuk meenemen. Je zou dat glas nog kunnen versieren. En je kunt er allerlei leuke dingen mee doen, maar ik ga nu alleen nog even strikjes maken. Nou jongens, dit is toch hartstikke leuk zo. Moet je kijken. Kijk, met zo'n strikje eromheen. Deze vind ik echt super cool, ook voor de winter. Dat je dan een soort van sneeuwballen aan je paard kan voeren. Kijk hoe cool. Die heeft heel veel kleurtjes. Kijk, super cool. Ik vind ze echt super cool. Ik ga ze nu in dat glas zetten en dan ga ik ze meenemen. En dan ga ik kijken of de paarden ze ook echt daadwerkelijk lekker vinden. Ik ben er, jongens. Oké, ik ga ze nu gewoon vast van hun stokjes halen, want ik kan ze toch niet met stokje en al geven. En dan ga ik gewoon aan 3 verschillende paarden ga ik even kijken of ze het lekker vinden. Als eerste ga ik voor de mooie sneeuwbal en die ga ik aan Lily geven. Is dit lekker of niet? Proef eens. Proef maar. Goed zo. Oh, in 1 keer. Lekker. Oh, de halve appel valt. Ja, dan moet je ze ook niet in 1 keer doen, sukkel. Test is geslaagd, denk ik. De tweede bal met hagelslag, die ga ik aan Parino geven. En ik hoop dat dit werkt, want Parino die is een beetje een moeilijke eter. Kijk eens, wil je het niet? Wil je het niet? Probeer eventjes. Probeer maar. Wil je het niet hebben? Nee? Doe maar, mag wel. Nee? Oké, nou volgend paar proberen. Wil je het niet opeten? Oké. Nou, dan maar even bij Halloween proberen. Ho, die eet het wel op. Ho, die vliegt er naartoe. Lekker! Heerlijk. Paardenvel. Lekker. De hagelbal was een succes. Ik ga nu de laatste bal, die met alleen suiker, aan Parino geven. En kijken of die het dan wel opeet. Hiero, is lekker. Is lekker. Deli, neem jij hier eens eventjes een hapje uit. Kijk, Olivier heeft er nu een hapje uitgenomen. Misschien dat Parino nu beseft dat het een appel is. Ja, hij beseft het. Daar gaat hij. Jeetje, Mina Parino, wat ben jij moeilijk met eten, zeg. Heerlijk. Volgens mij is de test wel geslaagd, want ik hoor ze hier allemaal soppen en ik hoor gewoon het appelkwijl, hoor ik gewoon in mijn oren galmen. Dit is natuurlijk best wel een ongezonde snack, want er zit best wel veel suiker in. Als je je paard normaal gesproken suikerklontjes voert, dan is dat natuurlijk ook niet zo heel erg gezond, maar het kan geen kwaad. Het is dus de bedoeling dat als je dit geeft, dat je dat alleen maar doet voor een speciale gelegenheid of gewoon af en toe en niet elke dag of 2 of 3 per dag, want dat is natuurlijk super ongezond. Net als dat wij ook niet elke dag heel veel moeten snoepen, want we worden al dik en dat is gewoon super ongezond. Voor als iemand de vraag wil stellen, mag mijn paard wel vruchtenhagel, mag mijn paard wel dit, mag mijn paard wel dat? Wij gaan geen dingen aan onze paarden voeren waar ze echt ziek van zijn. Je moet zelf een klein beetje naar je paard zijn dieet kijken. Als je bijvoorbeeld helemaal geen suikers geeft, dan kun je dit misschien beter laten en gewoon het appeltje zo voeren. Ik hoop dat jullie het een heel leuk idee vonden. Ik ben echt helemaal verbaasd over hoe goed het is gelukt. Ik vind ze er zo leuk uitzien. En het is gewoon een superleuke snack voor af en toe, voor als er bijvoorbeeld een paard jarig is. Alvast super bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!